Yo mensen, welkom bij deze nieuwe aflevering van Hiddenvlogs. Jullie kennen allemaal wel Hidde van Hiddenvlogs. BN'er, YouTuber, rapper en best wel veel andere dingen. Maar wat jullie misschien nog niet wisten, was het geheim achter de Hiddenvlogs subreddit. Want dit geheim is misschien duisterder dan je denkt. Kom met mij mee, als we samen de geheimen van deze subreddit ontrafelen. Die het daglicht nooit hadden mogen zien. Dit is r/Hiddenvlogs Exposed. Wat je wellicht meteen opvalt bij het binnentreden van de subreddit, is de About Community tab. Deze tab is bedoeld om een community accuraat te beschrijven. Als we deze lezen, valt gelijk de eerste zin op. Dit is de officiële subreddit voor het beste YouTube-kanaal, Hiddenvlogs. Na een in-depth zoektocht door de geheime servers van Reddit, bleek echter dat een gebruiker genaamd u/Hiddenvlogs helemaal niet bestaat. Hoe kan de subreddit officieel zijn als Hidde van Hiddenvlogs helemaal geen Reddit heeft? En wie zit er wel achter deze subreddit? Het antwoord op deze vraag, beste kijkers, bleek verbijsterend en nog gestoorder dan je je kan voorstellen. Kijk goed naar deze pagina. Het valt nauwelijks op, maar na uren van analyse valt er een woord op dat niet is zoals de andere woorden. Het woord hot, waarmee de pagina opent. Een bescheiden YouTuber als Hidde van Hiddenvlogs zou er zelfs niet over denken naar zichzelf te refereren als hot. En toch is dat toch echt het woord dat hier staat. Dit kan maar één ding betekenen. Deze subreddit is opgestart door een gestoorde Hiddenvlogs superfan. Een fan zo gestoord dat hij of zij pretendeert uit naam van Hidde te werken. Om zo mogelijk Hidde zelf ooit in de val te lokken als hij Reddit aanmaakt. Het is al gelukt en de Reddit staat vermeld in elke videobeschrijving op YouTube. Verder heeft Hidde nog niet gehapt, maar alleen de toekomst zal uitwijzen of dit zo zal blijven. Dus, beste kijker, pas goed op met wat je doet op internet. Geloof niets van wat je ziet, want voor je het weet, doet iemand zich als jou voor op het internet. Dit was het voor deze aflevering van Hidde Exposed. Zoals altijd wens ik jullie een fijne avond. Please subscribe en ik zie jullie volgende week weer. Laters.